Het Danach Velsenland is gelegen in de Duitse Zuidwestpfalz en maakt onderdeel uit van het biosferenreservaat Pfälzerwald-Nordvogesen. Het gebied ligt tegen de Franse grens. Tussen de beboste heuvels liggen dalen met veelal smalle beekjes en bloemrijke graslanden. Het Danach Velsenland dankt zijn naam aan de grootste plaats, Daan, en aan de vele rotspartijen van rode bontzandsteen, die de meest bizarre vormen hebben gekregen dankzij eeuwenlange erosie. Sommige rotspartijen zijn bekroond met een burchtruïne. Bij Hinterweidenthal rijden we het Danach Velsenland binnen. Hier passeren we het brouwhaus Ehrsteiner. Dan gaan we te voet bergop, op weg naar het eerste natuurfenomeen. En dat is de rotspartij Teufelstisch. Volgens de legende zou de duivel aan deze eenpotige staattafel een nachtelijk maal gegeten hebben. Door erosie sleet de zachtere zandsteen weg rondom en onder de hardere rots die bovenop ligt. Het stenen tafelblad weegt ongeveer 250 ton. Bij het dorpje Erfweiler wandelen we door het dal van de Langenbach. Ook hier torent een rotspartij boven het bos uit. Het grasland in het smalle dal wordt begraasd door Galloways. Dit runderras komt oorspronkelijk uit Schotland en wordt vaak in natuurgebieden ingezet. De dieren hebben een dikke, ruige vacht die hen in staat stelt ook 's winters buiten te blijven. In de vacht blijven vaak zaaddozen hangen van diverse planten en zo zorgen de dieren voor de verspreiding ervan. Het beekje wordt opgestuwd en zo is deze vijver ontstaan. In veel dalen tref je zulke vijvers aan. Begin september treffen we al veel paddenstoelen aan, zoals de oranje berkenboleet. Zoals de naam al zegt, groeit deze onder berken. De hoed kan tot 20 centimeter breed zijn. Aan het eind van het dal komen we bij een klein beekje dat hoger op de helling ontspringt en dan weer in de bodem verdwijnt, om vervolgens als waterval weer tevoorschijn te komen. Nou ja, waterval, stelt u zich er niet te veel van voor. Het beekje stroomt over de rotsige helling naar beneden. Deze opvallende rups is van een nachtvlinder, de Meriansborstel. De rups leeft van juli tot oktober en verpopt dan in een zijdeachtige cocon op de voedselplant of in de strooisellaag op de grond. We lopen langs de andere kant van het dal terug. Bij deze kleine rotspartij komt een beekje, de Eibach, tevoorschijn. De bron ligt onder de rots. Een blauwe reiger houdt ons nauwlettend in de gaten. Met zijn dolkvormige snavel vangt deze vogel niet alleen vissen, maar ook amfibieën, kleine zoogdieren, watervogeltjes en insecten. We
We wandelen terug richting ons startpunt. Onderweg naar de plaats Daan passeren we de ruïnes van de burchtgroep Altdaan. De oudste delen van de op rotsen gebouwde burchten stammen uit de 11e eeuw. Er zijn ook in de rotsen uitgehouwen kamers, gangen en trappen. Tegenwoordig is er een burchtmuseum en er worden rondleidingen gegeven. Bij Daan gaan we het Daaner Velzenpfad lopen. Een rondwandeling van ongeveer 12,5 kilometer langs vele rotspartijen. Bij de Pfaffenfels zien we een tweetal gaaien. Hun voedsel bestaat uit allerlei plantaardig en dierlijk materiaal, zoals vruchten en eikels, insecten, eieren en jonge vogeltjes. De route gaat door het bos omhoog en we komen bij enkele verspreide rotspartijen. Niet elke rotspartij heeft een eigen naam gekregen en ik laat u ook niet alle rotsen zien, maar wel de mooiste. We staan nu bovenop de Pfaffenfels en genieten van het uitzicht, waarna we langs de andere kant weer afdalen. Vervolgens komen we bij de Schillervelsen. In 1905 kreeg de rotspartij deze naam ter nagedachtenis aan de Duitse dichter Friedrich von Schiller, die toen 100 jaar geleden gestorven was, in 1805 dus. In de verte zien we een gedeelte van de plaats Daan. Aan de 70 meter hoge rotspartij Jungfernsprung is een sage verbonden over een vrome maagd die op de vlucht was voor een roofridder en van de rots in de afgrond sprong. De wind sloeg onder haar rok en die bolde op als een parachute, zodat ze de sprong overleefde. We gaan weer klimmen langs vele rotsen. Bij de Schwalbenfelsen, een kleine rotspartij die wel iets weg heeft van de Teufelstisch, gaan we een trapje op om bij een mooi uitzichtpunt te komen. We kijken hier ook weer op Daan en omgeving. Daarna komen we bij de Velsenarena, waar de rotspartijen in een driekwart cirkel staan. Sommige rotspartijen zijn wat uitbundiger van kleur dan andere. Af en toe zijn er grote holtes uitgeërodeerd. We klimmen nog verder. Tja, het is geen wandeling voor watjes. Langs een breder bospad vinden we een geschubde inktzwam die nog maar net opgekomen is. Vanaf de Elvetrietsvels hebben we weer uitzicht op de omgeving. We kijken nu echter op een ander dal uit.
Hierna gaan we steil afdalen over een zigzaggend paadje. En dan staan we onder in het dal dat deel uitmaakt van het beschermd natuurgebied Moosbachtaal. Een gladde slang die het pad overstak, schiet snel de kant in. De gladde slang kan tot 80 centimeter lang worden. Door zijn vlekkentekening lijkt hij in eerste opzicht op een adder. Hij voedt zich vooral met hagedissen en met andere slangen, inclusief jonge adders. Ook knaagdieren worden niet versmaad. Hij wurgt zijn prooi voordat hij die verslindt. We onderbreken het Danig Velzenvaat met een wandeling door het Moosbachtaal. In een poel treffen we het grootblaasjeskruid aan. De plant dankt zijn naam aan de kruikvormige blaasjes aan de bladeren, waarin heel kleine waterdiertjes worden gevangen. In de bosrand staan verschillende soorten paddenstoelen, waaronder russula's. Er zijn ongeveer 160 soorten russula's in Europa. De grote sponszwam is gemakkelijk te herkennen. Hij groeit vaak aan de voet van naaldbomen, vooral bij dennen. Hij heeft een zoetige, aangename geur en wordt tot 50 centimeter breed. We lopen langs een bloemrijk terrein. Hier groeit veel zomerfijnstraal. De plant is afkomstig uit Noord-Amerika en in de 19e eeuw in Europa terechtgekomen. Het is een tweejarige plant. Het is ook een vlinderrijk gebied. De keizersmantel dankt zijn naam aan het gedistingueerde kleurpatroon op de onderzijde van de achtervleugels. Hij hoort tot de parelmoervlinders. De keizersmantel is een grote vlinder die van eind juni tot begin september vliegt op open plekken in bossen of langs bosranden die met struiken omzoomd zijn en waar bloemrijke ruigtes aanwezig zijn. Dit is een vrouwtje. Na de paring legt ze haar eitjes in spleten in boomschors waar de rupsen die eruit komen ook overwinteren. Er worden bomen gekozen vlakbij een plek met veel in de schaduw groeiende viooltjes, de voedselplanten van de rupsen. Het mannetje keizersmantel, dat we hier zien, heeft een aantal donkere strepen op de voorvleugels. Het grootkoolwitje komt in vrijwel geheel Europa voor en vliegt in meerdere generaties per jaar. In sommige jaren vertoont deze soort trekgedrag en wordt dan ook aan de kust gezien. Wat verderop kleurt het veld roze-rood van de tijm. Deze plant staat bekend om zijn aromatische geur en als keukenkruid. Tevens wordt er tijmsiroop van gemaakt, wat gebruikt wordt tegen hoesten. We treffen een koppeltje Icarusblauwtjes aan. Het vrouwtje zit bovenaan. De kleur van de bovenzijde van de vrouwtjes kan variëren van bruin, bruin met een gedeeltelijke blauwe bestuiving, tot vrijwel geheel paarsblauw, wel met altijd een rij oranje-rode vlekjes langs de vleugelranden. Het mannetje is aan de bovenzijde altijd geheel blauw van kleur. Na de paring gaat het vrouwtje op zoek naar geschikte plaatsen om haar eitjes af te zetten. Het mannetje Icarusblauwtje neemt ondertussen maar eens een zonnebad. De zwarte toorts is een tot 1,5 meter hoge plant die van juni tot en met september bloeit. De helmdraden van de bloemen zijn dicht purper behaard. We
De melige toorts heeft meestal witte bloemen en de bladeren zijn van onderen melig wit behaard. Ook de helmdraden zijn wit behaard. De gewone agrimonie lijkt in eerste opzicht ook een toorts, maar hoort tot een heel andere familie en de plant is veel kleiner. De zaaddozen hebben kleine stekels en blijven gemakkelijk aan de vacht van dieren en aan kleding hangen. De engelwortel is een forse plant met dikke, holle stengels. Hij komt algemeen voor op vochtige of beschaduwde plaatsen. De bloemschermen worden vaak druk bezocht door allerlei insecten. De kruiprem is een kleine struik die vaak in heidevelden te vinden is. De bloemen staan in korte, bebladerde trossen bijeen. Het vrouwtje van de reuzenhoutwesp is ongeveer 4 centimeter groot en ziet er vervaarlijk uit, maar kan niet steken. De grote legboor die achter het lijf uitsteekt, dient om eitjes in het hout van dennen en sparren af te zetten. Het water van de kranswook is grotendeels met waterlelies bedekt. De waterlelie heeft elastische bladstelen en kan zich daardoor snel aan veranderingen in de waterstand aanpassen. Het echt duizendguldenkruid hoort tot de gentiaanfamilie en is een vrij algemene soort op vochtige, grazige zand- en leemgrond, in vochtige bossen vooral langs paden en in duinvalleien. Het eekhoorntjesbrood. Een naaktslak is de hoed van een paddenstoel die ondersteboven ligt aan het opeten. Omdat naaktslakken geen huisje hebben om zich in terug te trekken, zijn ze erg gevoelig voor uitdroging. Ze houden zich dan ook vooral op vochtige plaatsen op en bij regenweer worden ze actief. Op een grasaar treffen we een kleine, witte soort schimmel aan. De hoed van de grote trechterzwam kan tot 20 centimeter breed zijn. De plaatjes lopen sterk af langs de steel. De steel heeft een wat donzige basis. De grote trechterzwam groeit vaak in heksenkringen. De paardenmestkever is een algemene soort die je van april tot oktober kunt zien. Onder paarden- en koeienmest worden gangen gegraven die met mest worden gevuld waar het vrouwtje haar eitjes in afzet. Aan de onderkant zijn deze kevers metaalkleurig blauw, paars of groen. Het grasklokje is een lichtminnende plant die losse zoden vormt. Hij dringt met zijn wortels tot 1,20 meter de grond in. De bloemen zijn 1 tot 2 centimeter lang. Op deze bloem van het grasklokje zit een witte krabspin.
Hij maakt geen web, maar bespringt een op hem afkomende prooi. In het Moosbachtaal worden hooilandjes afgewisseld met schrale veldjes waar wat struikheide groeit. Aan de randen groeien planten als boerenwormkruid. En daarop treffen we een twintigtal vrouwtjes van het morgenrood aan. Het zijn kleine vlinders en ze horen tot de vuurvlinders. Het morgenrood heeft op de onderzijde van de achtervleugels een paar witte vlekjes. Deze vlinder vliegt van eind juni tot midden september. Op het eind van de vliegtijd zie je echter alleen nog vrouwtjes. De mannetjes zijn helemaal glanzend oranje. De vrouwtjes zijn dof oranje met een donkere vlekkentekening. Het morgenrood leeft in bloemrijke graslanden, langs bosranden en ook op open plekken in bossen, vaak op vochtige plaatsen. Op het bloemscherm van het gewoon duizendblad zit een rode smalbok. Deze boktor eet het stuifmeel van verschillende schermbloemigen. Dit is een vrouwtje. Haar eitjes legt ze in stompen van naaldbomen, waarin de larven die eruit komen gangen vreten. We zijn inmiddels terug bij de vijver waar we de wandeling door het Moosbachtaal begonnen zijn. We hervatten het Danervelzenpfad bij de rotspartij Hirschvelzen. Zigzaggend klimmen we langs verschillende rotsformaties omhoog. We komen bij de Mooskopf aan. Erbovenop groeien een paar flinke bomen. Verderop lopen we onder grote, overhangende rotsplaten door. In de volgende rotspartij zitten een paar gaten die doen denken aan een steenoven. Ook in de Roskegelfels zitten gaten, maar dan door de hele rots heen. Je zou er zo onderdoor kunnen lopen. Of toch niet? Dit is dus gezichtsbedrog. Op je knieën gezeten kun je onder de rots doorkijken, maar door het gat heen lopen gaat echt niet. Nog eens de Roskegelfels van de andere kant gezien, dan volgt een gedeelte door het bos zonder rotsen. Op een open plek staat de wilde marjolein te bloeien, een welriekende plant. De glimmerinktzwam groeit in bundels of groepen, op of bij loofhoutstronken of op net onder de grond liggend hout. Bij een kruising van paden ligt de rotsstijkbron. De porseleinzwam is een enigszins doorschijnende paddenstoel met een glimmend, slijmerig laagje bovenop de hoed. Hij groeit op beukenhout en komt in de late zomer en herfst voor. De Ungeheuervelsen, dat is de naam van een aantal verspreid liggende rotspartijen. We treffen hier een grote soort melkzwam aan. Melkzwammen krijgen druppels melk op de plaatjes en het vlees als je ze beschadigt. Bij sommige soorten heeft de steel donkerdere, iets verdiepte vlekken.
nog een rotspartij met gaten, maar dit keer zijn ze wel echt groot. Je zou er gebukt doorheen kunnen lopen. We zijn afgedaald en lopen langs een open terrein waarna we opnieuw zullen gaan klimmen. Nu komen we bij de Butelfels, waar ook weer een groot gat in zit. Christ wil wel eens even naar boven klimmen. We lopen verder, tussen de rotsen door. Bij de volgende rotspartij, de Lemmervelzen, beginnen we er bovenop met een uitzichtpunt. Hier kijken we weer op andere rotspartijen en beboste heuvels. Daarna lopen we onder de rest van de Lemmervelzen langs. De hoogste rots is deze smalle zuil. Nog een laatste blik en dan gaan we stevig afdalen. Langs het pad staan vliegenzwammen, de bekende rood met witte stippen paddenstoel. Hij is giftig. Het eten ervan veroorzaakt sterke hallucinaties en kan tot de dood leiden. We zijn in het dal van de beek Wieslouter aangekomen en lopen langs vochtige graslanden. In de verte ligt de rotspartij Hoogstein op een heuveltop. Na weer een klimmetje komen we bij de Wachtvelzen. Er bovenop is een uitzichtpunt, dus gaan we via de trappen omhoog. Vanaf het hoogste punt kijken we in het rond. We kunnen hier de Lemmervelzen zien, waar we er straks onderlangs liepen. Weer afgedaald staan we oog in oog met een eekhoorn. Het menu van de eekhoorn varieert van knoppen en zaden van naaldbomen, noten en vruchten, jonge bladeren, paddenstoelen, insecten en rupsen tot vogeleieren en jonge vogels. De laatste rotspartij bestaat uit twee gedeeltes met een smalle ruimte ertussen, de Braut und Bräutigam, oftewel bruid en bruidegom. Sommige rotspartijen zijn als klimwand in gebruik, zo ook deze. Het zekeren van alle touwen is een secuur werkje.
Nog één blik op de rotspartij vanaf de andere kant en dan zijn we terug bij het startpunt. Het dorp Broegweiler ligt ten zuiden van Daan. Broeg betekent moerasgrond. In het dal moet dus vroeger moerasgebied geweest zijn. Zoals in veel dorpen in het Danervelzenland staan hier ook enkele vakwerkhuizen. De watermolen is niet meer in gebruik. De beek Wieslauter stroomt hier tussen de huizen door. Aan de andere kant van het dorp wandelen we omhoog. We komen op een kleine hoogvlakte met weide en hooiland omzoomd door houtwallen. In de verte kunnen we enkele rotspartijen zien liggen die boven het bos uitsteken. Op de ruige en grazige plaatsen voelt het bruin zandoogje zich thuis. Het is een vrij grote vlinder die van begin juni tot midden september vliegt. Het mannetje is aan de bovenzijde geheel bruin met op de voorvleugelpunten een zwart oogvlekje met witte kern. Het vrouwtje heeft op de voorvleugels lichtere, oranjebruine velden. Voor het afzetten van de eitjes zoekt het vrouwtje naar meerdere geschikte plaatsen. De voedselplanten van de rupsen zijn grassen. Het bruin zandoogje overwintert als half volgroeide rups. Herfstdijloos groeit vooral in vochtige hooilanden en bloeit van augustus tot en met oktober. De bladeren verschijnen pas in het volgende voorjaar samen met de doosvrucht. De wilde peen is een schermbloemige. Tegen de tijd dat de zaden rijpen, krommen de schermstralen omhoog tot er een nestvormig geheel ontstaat. Een klein koolwitje snoept van de nectar van het echt knoopkruid. Deze vlinder komt vooral in natuurlijke graslanden, in ruigtes en langs bosranden voor. Het vrouwtje zet haar eitjes af op de voedselplanten van de rupsen, namelijk een groot aantal soorten kruisbloemigen, zoals pinksterbloem, koolzaad en herik, en ook op gekweekte koolsoorten. De hertsmunt is een tot 90 centimeter hoge plant en de bloeiaren kunnen tot 10 centimeter lang zijn. We naderen de bosrand en vinden deze opkomende grote parasolzwammen. De hoed is bedekt met donkerdere, grove schubben en kan zo'n 25 centimeter in doorsnee worden, zoals bij dit exemplaar. Ook hier passeren we enkele rotspartijen. Een grote bonte specht is op zoek naar insecten en larven in de boomschors. Dit is een vrouwtje. Het mannetje heeft een rode vlek in de nek. De stijve staart wordt als steun gebruikt bij het klimmen tegen boomstammen. Het klein springzaad komt oorspronkelijk uit Midden-Azië. In droge bossen en parken kan deze plant talrijk voorkomen. De rijpe vruchten slingeren de zaden met grote kracht weg. Onder in het dal, waar het veel vochtiger is,
groeit het blauw glitkruid. De bloemen staan met twee stuks bijeen in de bladoksels. Langs paden en wegen en aan waterkanten komt de gewone hennepnetel hier veel voor. In het Hengental ligt deze forellenkwekerij. Gele kwikstaarten houden zich graag bij zulke vijvers op. In het vochtige grasland zoeken ze naar insecten. Dit is een vrouwtje. Hoewel de grote groene sabelsprinkhaan volledig ontwikkelde vleugels heeft, is het geen goede vlieger. 'S Avonds zit er een heel grote nachtvlinder tegen onze vakantiewoning. Een blauw weeskind. Helaas schuift hij, net als ik deze foto maak, zijn voorvleugels over zijn achtervleugels met de lichtblauw-grijze band heen. Bij het dorpje Erlenbach staat de nog bewoonde burcht Berwartstein uit de 12e eeuw. Niet ver daarvandaan ligt deze vijver, de Seehofweiher, die als zwembad in gebruik is. We wandelen langs de vijver in noordoostelijke richting. De gele koraalzwam groeit in gemengde bossen en is een zeldzame verschijning. De kleur is eerst citroengeel tot zwavelgeel en bij ouder worden meer okerkleurig. De gele koraalzwam wordt 10 tot 20 centimeter hoog. De winterkoning houdt zijn kleine staart vaak opgericht. Hij scharrelt graag rond bij struiken en takkenhopen op zoek naar insecten en spinnetjes. Ondanks zijn geringe formaat kan hij ongelooflijk luid zingen. We verlaten het bos en lopen langs een weide. Hier staan ook weer vele exemplaren van de herfsttijloos te bloeien. We treffen er ook het staartblauwtje aan, een vlindertje dat zijn naam dankt aan de kleine staartjes aan de achtervleugels. Het mannetje is aan de bovenzijde geheel violet-blauw van kleur, maar dit is een vrouwtje. Staartblauwtjes vliegen in 2 of 3 generaties per jaar. De belangrijkste voedselplanten van de rupsen zijn rolklaver en stekelbrem. De rupsen zijn kannibalistisch, dus er moeten er niet te veel dicht bij elkaar zitten. In een zijdalletje stroomt een smal beekje door het grasland en komt verderop in een vijver uit. Een mooie stek voor de gewone bronlibel die van zuivere beekjes met een zandige bodem houdt. Het is een forse libel. Het mannetje is 7,5 tot 8 centimeter lang, het vrouwtje 8 tot 8,5 centimeter. De onderkant van de vleugels van de dagpauwoog is zomaar saai van kleur. Des te mooier is de bovenkant met de fraaie oogvlekken die ter afschrikking van vijanden dienen. De dagpauwoog overwintert als vlinder in een holle boom, grot of gebouw. Een nectarzoekend klein geaderd witje. We zijn weer terug in het bos.
Rode bosmieren hebben hier een paar flinke mierenhopen gebouwd van dennennaalden, takjes en ander organisch materiaal. We lopen weer langs enkele vijvers. Vervolgens gaan we langs de Portsbach terug naar ons startpunt. Bij het dorpje Roembach wandelen we door het Roembachtaal richting Fischbach. We volgen een deel van het traject van de vroegere smalspoorbaan Vasken-Waldbaan, die van Boendentaal naar Ludwigswinkel liep en een lengte had van 14,5 kilometer. Nu ligt er een fiets- en wandelpad. En nog langer geleden reed hier de postkoets. Deze Stundenstein uit de 18e eeuw herinnert daar nog aan. Hierop staan de afstanden naar enkele plaatsen aangegeven in postkoetsuren. Aan de zuidkant van het pad ligt een flink weidegebied. We treffen hier verschillende bloemen aan, waaronder de gewone margriet. De veldlatyrus heeft tot 1,20 meter lange stengels en trosjes van 5 tot 12 bloemen. Na de bloei verschijnen de peulen met daarin de zaden. De wilde kamperfoelie is een klimmende heester die tot 6 meter hoog kan worden, maar hij kan ook laag over de grond kruipen. De bloemen geuren vooral 's nachts en trekken nachtvlinders aan. Een jonge roodborst laat zich goed bekijken. Roodborsten zijn buiten de broedtijd vaak weinig schuw en erg nieuwsgierig. Ze bewegen zich het liefst op de grond, op zoek naar insecten, zaden of vruchten. Op een op de grond liggende boomstam groeit de zwarte knoopzwam. Deze rubberachtige paddenstoel is eerst bolvormig met een stevig ingerolde rand. Later spreidt hij zich uit tot een gladde zwarte schijf. We lopen de weide in op zoek naar meer bloemen. De ogentroost is een halfparasiet die water en voedingsstoffen van de wortels van andere planten aftapt. Vroeger werd de plant gebruikt voor het maken van heilzaam oogwater, vandaar de naam. De bloemen van de gewone vleugeltjesbloem kunnen blauw-paars, roze of wit zijn. In Ierland geloofde men dat deze plant door feeën als zeep gebruikt werd. Wat verderop kleurt de weide paars van de vele bloemen van de blauwe knoop. Het is een plant van vochtige graslanden en moerassen. De meeldraden van de bloemen steken opvallend ver uit. Deze soort aardwants leeft van augustus tot juni en overwintert dus als volwassen insect. Hij komt voor op zonnige plaatsen langs wegen en bosranden, op de bodem of op allerlei planten. Hij is slechts 11 mm groot.
De teunisbloem komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika, maar is in Europa wijd en zijd ingeburgerd. De bloeitijd is van juni tot en met september. Na een stuk bos volgen weer wat kleinere graslandjes. Het kruipend stalkruid is een halfheester met liggende of opstijgende stengels. De bloemen staan in losse, bebladerde pluimen. De bloemen van de Karthuizer anjer staan in dichte kluwens bijeen. De bloemen zijn ongeveer 2 centimeter in doorsnee. De randwans voedt zich vooral met de zaden van zuringsoorten, maar in de herfst ook met vruchten. Hij dankt zijn naam aan de verbrede randen aan de zijkanten van het achterlijf. We hebben een mooi pauzeplekje gevonden bij de dorpspomp. Bij het plaatsje Fischbach staat het Biosferenhaus, het bezoekerscentrum van het biosferenreservaat Pfälzerwald-Nordvogesen. Aan de voet van deze rotswand ligt een kleine tuin met inheemse kruiden. De levendbarende hagedis, ook wel kleine hagedis genoemd, kun je op veel plaatsen in het Danerfelsenland aantreffen. Terwijl andere hagedissensoorten eieren leggen, blijven de bevruchte eieren bij de levendbarende hagedis in het lichaam van het vrouwtje en worden pas gelegd als de embryo's volgroeid zijn. De jonge hagedisjes komen meteen uit het vlies dat hun omhulsel was en zijn dan ongeveer 4 centimeter lang. Een volwassen exemplaar kan 18 centimeter lang worden, inclusief staart. Vanaf het dakterras van het Biosferenhaus kijken we op het dal van de Sauerbach, waar we ook een wandeling gaan maken. In de omgeving van Fischbach zijn alle beekdalen beschermde natuurgebieden, zo ook het dal van de Sauerbach. Bloemrijke hooilanden en ruigtes worden afgewisseld door bomen en bosjes. Een mannetje citroenvlinder snoept van de nectar van het koninginnenkruid. Citroenvlinders overwinteren als vlinder en komen tevoorschijn zodra de temperatuur boven de 13 graden komt. Het vrouwtje citroenvlinder is veel lichter van kleur. Na de overwintering kan ze al eind april beginnen met het leggen van eitjes en daarmee doorgaan tot midden juli. Ze legt maximaal zo'n 600 eitjes. Ook de kleine vos overwintert als vlinder. Terwijl de citroenvlinder haar eitjes één voor één op een afzonderlijke plaats afzet, legt het vrouwtje van de kleine vossen in groepjes van 150 tot 300 stuks bijeen op de onderkant van jonge brandnetelbladeren. Het hooibeestje is een kleine vlinder die in allerlei grazige vegetaties kan voorkomen. Zodra ergens een geschikt terreintje ontstaat, is het hooibeestje er als pionier te vinden. Deze fiets- en voetgangersbrug gaat op het breedste punt van het dal van de ene naar de andere kant en vormt de verbinding naar het Roembachtal.
veel plaatsen groeit massaal de Canadese gulden roede. Uiteraard gaat de brug ook de Sauerbach over. De gehakkelde Aurelia is de volgende vlinderoverwinteraar die we tegenkomen. Hij leeft vooral in en bij bossen. Hij wordt ook wel C-vlinder genoemd vanwege de kleine witte vlek in de vorm van de letter C op de onderkant van de achtervleugel. We gaan nog wat verder door het dal van de Sauerbach. De moerasandoren groeit op vochtige plaatsen en werd vroeger gebruikt als geneesmiddel voor sneden en wonden. De hemelsleutel is bij ons vooral als tuinplant bekend. Deze vetplant groeit in het wild op beschaduwde plaatsen in bossen, struwelen en onder heggen. Terug bij het Biosferenhaus gaan we nu een ander dalletje bezoeken. In loof- en naaldbossen, vooral in greppels en langs paden, kan de witte koraalzwam voorkomen. Vaak zijn de topjes kamvormig vertakt. Ook hier ligt weer een grote vijver, de Spieswook. In een graslandje treffen we een grote vlindersoort aan, de witbandzandoog. Zowel aan de bovenzijde als aan de onderzijde loopt een helder witte band over de vleugels. Deze vlinder houdt van een warm klimaat en komt dan ook voornamelijk in de zuidelijke helft van Europa voor. Hij vliegt in één generatie per jaar van juni tot midden september. In een stuk bos zien we weer wat paddenstoelen, zoals deze gewone zwavelkopjes en de rode zwavelkop. De rechte koraalzwam is eerst okerkleurig met een wat vleeskleurige tint en bij ouder worden donkerder of kaneelbruin. Hij komt van de late zomer tot de winter voor. Het groot springzaad groeit op vochtige en beschaduwde plaatsen. De tot 3,5 centimeter grote bloemen hangen in kleine trosjes bijeen. De steenanjer houdt juist weer van droge plaatsen. De tekening van de bloemen met witte vlekjes en dunne, donkerdere lijn is typerend voor de steenanjer. In dit veldje treffen we veel betonie aan. Deze plant was bij de Romeinen al bekend als medicinaal kruid en werd gebruikt bij hoofdpijn, leverklachten en ademhalingsproblemen.
En ook hier groeit weer veel wilde tijm. Het vlasbekje vermeerdert zich niet alleen via bestuiving en zaadvorming, maar ook door talrijke ondergrondse uitlopers die voor jonge spruiten zorgen. Het is een warmte- en lichtminnende plant. Dit fraaie insectenhotel maakt deel uit van het educatieve erlebnispfad in dit dal. In de verte zien we enkele vogels, waaronder een pimpelmees en een mannetje roodborsttapuit. Roodborsttapuiten zitten graag in de toppen van kleine boompjes en struiken of op andere opvallende plaatsen. We steken het beekje over en gaan op de terugweg. In een volgend hooilandje vinden we weer een leuke plantensoort, de grote pimpernel. De langwerpige bloemhoofdjes bevatten vele donkerrode, minuscule bloempjes die van een afstandje haast zwart lijken. Iets verder naar het westen ligt het dal van de Fischbach, een soortgelijk en ook weer beschermd gebied. Ook hier liggen enkele vijvers. Op sommige plaatsen groeit massaal de reuzenbalsemien, die tot dezelfde familie hoort als het groot en klein springzaad en ook met kracht openspringende zaaddozen heeft, waardoor de zaden ver weggeslingerd worden. De reuzenbalsemien komt oorspronkelijk uit de Himalaya en is op veel plaatsen in Europa ingeburgerd. Helaas verdringt hij de inheemse flora. De zilveren maan is een vrij kleine soort parelmoervlinder die in vochtige graslanden en moerassen voorkomt. De rupsen leven op verschillende soorten viooltjes, zoals hondviooltje en moerasviooltje. Afhankelijk van het klimaat waarin de zilveren maan leeft, vliegt hij in één of meerdere generaties per jaar. Op de helling zijn hier en daar wat rotskantjes te zien. Muskuskaasjeskruid geurt licht naar muskus. De zaaddozen lijken wat op een goudse kaas, vandaar de naam kaasjeskruid. De bloemen worden tot 6 cm in doorsnee. Een kleine vuurvlinder zoekt de buisbloemen van een margriet af naar nectar. Hij komt voor in graslanden, heide- en pioniervegetaties, ook in wegbermen en tuinen. En vliegt van begin mei tot in oktober. De voedselplanten van de rupsen zijn een aantal zuringsoorten. De vijvers worden gevoed door de beek Fischbach. Hier zien we de beek zelf.
In de beek zien we een paar lichte plekken waar zand ronddwarrelt. Hier borrelt kwelwater omhoog. Op het pad zit een flinke bruine kikker. Volwassen bruine kikkers kunnen 10 centimeter groot worden, maar zijn gewoonlijk kleiner, vooral de mannetjes. De bleekgele hennepnetel groeit graag in roggeakkers, maar ook wel in bermen en houtwallen. De gestreepte leeuwenbek heeft tot 1 meter lange stengels en lijnvormige blaadjes. Hij groeit op droge plaatsen in graslanden en akkers en op rotsachtige hellingen. De blauwvleugelige sprinkhaan, ook wel blauwe duinsprinkhaan genoemd, dankt zijn naam aan de blauwe vlek op de achtervleugels die zichtbaar wordt als hij opvliegt. Hij komt veel in de duinen voor, maar ook in dorre graslanden en heiden met een zandige bodem. We komen op een plek waar veel echt knoopkruid staat te bloeien. Het echt knoopkruid hoort tot dezelfde familie als de korenbloem en het bloemhoofdje heeft vaak sterk vergrote randbloemen. Het is een aantrekkelijke plant voor vlinders. Een kruisspin die net onder het bloemhoofdje zit, valt niet op omdat hij dezelfde kleuren heeft als de omwindselblaadjes. Hier zit een vrouwtje kruisspin in haar web. Vrouwtjes worden 12 tot 17 mm lang, exclusief poten, mannetjes slechts 5 tot 10 mm. De kruisspin moet regelmatig vervellen om te kunnen groeien. Een grote soort parelmoervlinder is de adippevlinder. Hij leeft op droge, grazige plekken met struiken en op open plekken in lichte bossen en langs bosranden met wilderige ruigte. Hij wordt dan ook wel bosrandparelmoervlinder genoemd. De adippevlinder vliegt in 1 generatie per jaar, van midden juni tot begin september. De soort overwintert als eitje in de strooisellaag in de buurt van de voedselplanten van de rupsen. Ook voor de rupsen van de adippevlinder zijn dat een aantal soorten viooltjes. Ook de Atalanta leeft vooral in de omgeving van bosranden en in bloemrijke ruigtes. In tuinen kun je hem eveneens aantreffen, als er maar nectar te vinden is. In september-oktober worden de bloemen van de klimop bezocht. Ook snoept hij graag van de sappen van rottend fruit en van bloedende bomen. De Atalanta is een trekvlinder die in het voorjaar vanuit Zuid-Europa naar het noorden vliegt. Bij een van de vijvers heeft de familie waterhoen haar thuis. Het jong heeft nog niet zo'n mooi gekleurde snavel als de ouders, maar is al wel net zo groot. De rode hazensla groeit in bossen en de bloemen staan in losse pluimen.
We treffen hier ook weer de herfsttijlo's aan. Vooral de knol van de plant bevat het giftige colchicine, dat echter ook een geneeskrachtige werking heeft en bij jicht en reuma gebruikt wordt. De dauwnetel groeit in lichte, vochtige bossen, onder hakhout, op oevers en akkers. De bloemen zijn 2,5 tot 4 centimeter lang. Hij bloeit van juni tot de herfst. Een stukje ten zuiden van Fischbach wandelen we richting de Franse grens. Deze zweefvlieg hoort tot de fopwespen, waarvan er vele op elkaar lijkende soorten zijn. We komen bij een rotspartij waar de burchtruïne Bloemenstein bovenop staat. De burcht werd rond het jaar 1260 gebouwd en bestond uit drie gedeeltes. Van het onderste deel, aan de voet van de rots, is weinig bewaard gebleven. Om het bovenop gelegen deel te bekijken, moeten we eerst om de rotspartij heen lopen. Tegen de rots groeien verschillende varens, zoals deze streepvaren. De eikvaren wordt ook wel engelzoet genoemd, omdat de wortelstok zoet smaakt en vroeger medicinaal werd toegepast. Hij groeit ook op de bosbodem, op hellingen en in knotten van wilgen. We staan aan de andere kant van de rots en links gaat een trap naar boven. De uit de rots gehakte treden zijn uitgesleten door het veelvuldig betreden en door erosie. We zijn nu in het middendeel van de burcht. In de rotspartij zelf is een ingang gemaakt en we gaan even binnenkijken in de uit de rots gehouden ruimte. Hoewel zandsteen een zachte steensoort is, moet het toch wel een heel karwei geweest zijn. Op het binnenterrein vinden we de muurleeuwenbek. De kruipende stengels worden tot 80 centimeter lang. De bloeitijd is van mei tot en met september. Er volgt nog een trap naar het bovenste deel van de ruïne. Daar zijn weinig burchtresten te zien, maar wel een schitterend uitzicht op de beboste heuvels. Een kromgegroeide grove den klampt zich vast aan de rots. We dalen weer af langs de verweerde rotswand. Waar eens de benedenburcht was, vliegt nu een landkaartje rond. Deze vlinder dankt zijn naam aan het landkaartachtige patroon op de onderzijde van de vleugels. De zomergeneratie die we hier zien is anders van kleur dan de voorjaarsgeneratie. De laatste is namelijk oranje-bruin van kleur met een zwart vlekkenpatroon. Het landkaartje leeft vooral op open plekken in het bos en aan bosranden. Verder zuidwaarts lopend passeren we de Franse grens. De naam roodgerande houtzwam slaat duidelijk niet op de buitenste rand van de paddenstoel, maar op de roodbruine banden bovenop de hoed. Jonge exemplaren scheiden heldere druppels uit.
De volgende rotspartij met burchtruïne doemt op. Dit is Wazikenstein, eveneens uit de 13e eeuw. De burcht bestaat uit twee gedeeltes, Alt-Wazikenstein en Neu-Wazikenstein, waartussen een kloof in de rotspartij ligt. Deze rotswand, die deels glad gemaakt is, diende als beschermende muur. Er zijn richels in uitgehakt, waardoor het regenwater naar beneden werd geleid naar dit grote uitgehouwen gat. Hierin bevindt zich een put. We lopen langs de rotspartij richting de trap. Rechts zien we een witte laag in het gesteente. Zandsteen kan verschillende kleuren hebben. We gaan de eerste trap op, zien boven ons Neu-Wazikenstein verschijnen en gaan rechtsom de volgende trap op. We bevinden ons nu in de ruïne van Alt-Wazikenstein, het grootste gedeelte, ook met uit de rots gehouwen ruimtes. We hebben hier al mooi uitzicht, maar gaan nog een wenteltrapje verder omhoog. Op het hoogste punt aangekomen kijken we om ons heen en valt op dat nu al, begin september, de eerste herfstkleuren in de boomkruinen te zien zijn. Het restant van de vijfhoekige toren is het oudste nog bewaarde deel van de burcht. Er zijn nog meer bezoekers. Muurhagedissen kruipen om ons heen. Eén zit er in de klimop. Muren van oude bouwwerken en rotspartijen zijn het biotoop van deze hagedis, die er behendig tegen omhoog en omlaag klimt. Hij wordt maximaal 20 centimeter lang. In zuidelijker Europa hebben de mannetjes een prachtige groene kleur. Het vrouwtje produceert in de zomer 2 of 3 legsels van 2 tot 8 eieren die ze in rotspleten of onder stenen legt. De jongen komen in augustus uit en gaan meteen op jacht naar voedsel. We dalen weer af door de kloof tussen de rotsen en wandelen door het bos verder. Even later krijgen we mooi zicht op de burchtruïne. Nu kunnen we de woontoren Neu-Wazikenstein beter bekijken. Het is een kwalitatief hoogwaardig bouwwerk. Op de terugweg passeren we de rotspartij Klingenfels. Onze volgende route gaat door het dal van de Wieslauter en we beginnen bij de Sint-Anna-kapel. De Wieslauter ontspringt iets ten noorden van het Danervelsenland, doorkruist dan het gebied, stroomt een stukje door Frankrijk en daar verandert zijn naam in Lauter. Voorbij Wiesenburg vormt de Lauter de grens tussen Duitsland en Frankrijk en mondt tenslotte bij Karlsruhe in de Rijn uit. Op de rand van de brug zit een moerasspringhaan te zonnen. Van juli tot en met oktober kun je deze springhaan aantreffen in moerassige gebieden, vooral op plaatsen met veel veenmos. In de bosrand vinden we een zeldzame paddenstoel. De schubbige boleet. De dikke schubben op de hoed steken ook over de rand uit. De buisjes aan de onderzijde hebben vrij grote,
hoekige openingen. De reuzenzwam bestaat uit meerdere waaiervormige hoeden en kan een doorsnee van 80 centimeter bereiken. Het is een algemene soort die onder loofbomen of op stronken daarvan groeit. Aan de overzijde van het dal zien we het dorpje Niederschlettenbach liggen. Daar struint iets door de weide, een vos. Hoewel het vooral een schemer- en nachtdier is, kun je de vos in rustige gebieden ook overdag zien. Vossen eten van alles en hebben ook veel verschillende methodes om aan voedsel te komen. Ze kunnen hun prooi besluipen, verrassen met de zogenaamde muizensprong of achterna sprinten. Ze kunnen klimmen om bijvoorbeeld een vogelnest uit te halen. Ook het uitgraven van muizennesten, tegen de grond slaan van insecten of gewoon toevallig vinden en het plukken of afrissen van bessen en granen zijn veelgebruikte methodes. Op een plek waar de Vieslauter breed is en zonder steile kanten staan enkele Schotse hooglanders in de beek. Deze runderen worden hier ook uitgezet om natuurgebieden te begrazen. Op warme dagen zoeken ze graag verkoeling in het water. Een afgevallen tak is bezaaid met porseleinzwammen. Sommigen hebben hun beste tijd al gehad en anderen komen nog maar net door de schors heen. Bij een stuw in de beek gaan we even de brug over. Aan de overzijde van de beek liggen vochtige hooilandjes en ruigte. Terug in de bosrand ruiken we een voor ons vieze, maar voor vliegen aantrekkelijke aasgeur die verspreid wordt door de stinkzwam. De olijfgroene, slijmerige laag met de sporen wordt door de vliegen meegenomen en zo worden de sporen verspreid. Als de slijmlaag verdwenen is, wordt het mazige witte netwerk op de hoed zichtbaar. Ook lopen er galloways in het dal. Bij het dorpje Bobentaal lopen we een zijdal, het Eulenbachtaal, in. Een reegeit loopt hier op haar gemak rond, links en rechts knabbelend van blaadjes van de braam. Na elke paar happen of stappen kijkt ze rond om te zien of er gevaar dreigt. Zolang je dan maar stil blijft staan, heeft een ree je niet in de gaten. Volwassen reeën hebben een schouderhoogte van 60 tot 75 centimeter en wegen tussen de 15 en 30 kilogram. De bronsttijd is in juli en augustus. De reegeit wordt dan soms langdurig achtervolgd door de bok. Na de paring blijft de bevruchte eicel tot in december in rust en ontwikkelt zich daarna in normaal tempo. De kalfjes worden tussen half mei en half juni geboren. Het dorpje Nottweiler ligt tegen de Franse grens. De rondwandeling met de naam Grensgängerweg voert ons langs dit fraaie vakwerkhuis en even later de grens over. Door het dal van de Lietschbach lopen we zuidwaarts. De borstelkrans is een aangenaam geurende plant.
moesdistel is een tot 1,5 meter hoge plant die vooral in natte hooilanden, aan waterkanten en in broekbossen voorkomt. De bloemhoofdjes zijn ongeveer 4 centimeter breed. Het dal wordt steeds smaller. Bij de Lietschhof is een open weidegebied waarin de bron van de Lietschbach ligt. We gaan het bos in en treffen hier de hengel aan. De bloemen hangen in paren in de bladoksels en zijn allemaal naar één kant gericht. Ze zijn 10 tot 18 mm lang. De Col du Lietschhof is met 334 meter hoogte geen spectaculaire pas, maar er staat wel een mooie schuilhut. Vanaf hier gaan we langzaamaan klimmen via een smal pad, hier en daar omzoomd door struikheide. Een soort russula. Links kijken we over het dal van de Lietschbach heen op de tegenoverliggende bergrug. Daarbovenop ligt de ruïne van de Wegelnburg. De parel ammaniet is een algemene paddenstoel die zowel in naaldbossen als in loofbossen groeit. Net als bij de vliegenzwam en veel andere ammanieten blijven de resten van het vlies waaruit de paddenstoel komt op de hoed zitten. Het kleverig koraalzwammetje groeit op naaldhoutstronken en wortels. Het wordt tot 10 centimeter hoog en vertakt zich meerdere keren. Na een laatste stevige klim staan we op de top van de Kappelstein. Hier staat een grenspaal. Terwijl ik me nog in Frankrijk bevind, is Christ al in Duitsland aangeland, op het hoogste punt van de Kappelstein, 498 meter. Ook hier kijken we op de Wegelnburg, de hoogstgelegen burchtruïne van de Pfalz, namelijk op 572 meter hoogte. We dalen af langs de grens. Op veel grenspalen is de D van Duitsland veranderd in de B van Beieren, waartoe dit gebied vroeger behoorde, en de F van Frankrijk in de E van Elzas. Hen kan het zo te zien niet schelen. Tijdens de afdaling naar Nottweiler passeren we enkele oude mijningangen. Hier werd ijzererts gedolven tot in het jaar 1883. In de Sint-Anna-mijn worden van april tot en met oktober rondleidingen gegeven. In totaal is er ongeveer 10 kilometer aan mijngangen uit de berg gehakt. De heksenboter is een slijmzwam die zich kan verplaatsen en daarbij een glanzend spoor achterlaat. De wolfskers is een grote plant die vaak tegelijkertijd purperen bloemen, onrijpe groene bessen en rijpe zwarte bessen draagt. De bessen zijn erg giftig en veroorzaken eerst vergroting van de pupillen, dan verlammingsverschijnselen en tenslotte meestal de dood.
Het schaduwkruiskruid groeit op vochtige plaatsen in bossen en graslanden. Het dorp Nottweiler komt weer in zicht. Enkele kilometers ten zuidwesten van Nottweiler brengen we een bezoek aan de burchtruïne Fleckenstein op Frans grondgebied. Net als de andere burchten in deze streek is ook deze op en deels in een rotspartij gebouwd. Fleckenstein werd in het begin van de 12e eeuw gebouwd en in de loop van de eeuwen verder uitgebouwd. In 1689 werd de burcht in opdracht van Lodewijk XIV van Frankrijk verwoest. Hier staat een reconstructie van het tredrad waarmee water geput werd. Ook konden er andere zware spullen mee naar boven getransporteerd worden, zoals op deze tekening weergegeven wordt. In de zogeheten bronnentoren zien we de put. In deze uit de rots gehouwen ruimte staan enkele maquettes van het kasteel. Op dit wandkleed is Fleckenstein in zijn oude glorie afgebeeld. Een van de oudste delen is de uit de rots gehouwen trappengang. Van de bovenburcht, het deel dat bovenop de rotspartij gebouwd was, is het minst bewaard gebleven, omdat die grotendeels uit hout bestond. We hebben hier een mooi uitzicht op de omgeving. De kleinere, losstaande rots deed als wachttorendienst. Hier heeft een vakwerkgebouw opgestaan. Op de ruïne treffen we het duifkruid aan, dat gewoonlijk in droge, zonnige graslanden groeit. Vroeger werd de plant gebruikt bij de behandeling van zweren en huidproblemen als puistjes, roos en schurft. Een akkerhommel verzamelt stuifmeel en nectar van de bloem om mee naar het nest te nemen. Daar worden de larven mee gevoed. Dit restant van een muur is het hoogste punt van de ruïne. We dalen af tussen de muur en de rotspartij door. De muurvaren komt algemeen voor op oude muren en rotsen. Hij wordt tot 15 centimeter lang en de blaadjes zijn onregelmatig van vorm. Beneden aangekomen worden we vergezeld door een zwarte roodstaart. Behalve bij rotsachtige hellingen en kliffen kun je deze vogel ook bij gebouwen, fabrieken en in oude binnensteden aantreffen. Een mannetje vink komt ook eens even kijken. We lopen tegen de Schlossberg omhoog, waar zich nog enkele burchtruïnes bevinden. De zwavelzwam met zijn zwavelgele tot oranje kleur komt meestal juist niet in de herfst, maar van mei tot augustus voor op loofbomen als eik, kers, kastanje en wilg.
Na een flinke klim komen we bij de rotspartij waar eens de burcht Leuvenstein stond, op een hoogte van 550 meter. Van deze burcht zijn echter weinig resten bewaard gebleven. Hij werd al in het jaar 1386 verwoest en waarschijnlijk nooit meer herbouwd. We moeten het hier dus vooral van het mooie uitzicht hebben. We zien de ruïne van de Wegelnburg bij Nottweiler weer liggen, hemelsbreed ongeveer 1 kilometer van Leuvenstein verwijderd. Terug op de wandelroute bewonderen we de zilverwitte zaadpluizen van de bosrank. Dan gaan we op weg naar de volgende burchtruïne, de Hohenburg, die al snel in zicht komt. Van Hohenburg zijn weer wel veel resten bewaard gebleven. Ook deze burcht werd waarschijnlijk begin 13e eeuw gebouwd. In het jaar 1262 werd de burcht voor het eerst in een oorkonde vermeld als bezit van Conrad en Heinrich van Hohenburg. Van 1273 tot 1289 was er sprake van ruzies tussen de bezitters van Fleckenstein en Hohenburg. De burcht heeft een turbulente geschiedenis, wisselde meermaals van eigenaar en werd ook diverse keren grotendeels verwoest en weer opgebouwd. Via de nodige trappen kun je helemaal bovenop het hoogste punt van de ruïne komen. Hier nemen we afscheid van een interessant gebied met zijn rotspartijen, burchtruïnes en fraaie natuur.